Ja, stel dat ik geld krijg, dan zult u binnen niet zo heel veel zien wat ik ga doen. De kerk is nu in redelijke staat, maar als we daar niet heel snel de dakbedekking aanpakken, dan betekent dat uiteindelijk dat ook gewoon het interieur schade gaat oplopen. Dit is het andere deel waar geld in gestoken zou moeten worden. De kerk bestaat feitelijk uit twee herkenbare elementen. Dat is de ruïne, het ruïnedeel, dat we hier uiteindelijk achter ons zien. En ja, als je de ruïne ziet, dan zou je misschien in eerste instantie denken dat we de ruïne gaan herstellen. Maar dat is juist niet wat we willen. Dus wat we nu voorstaan, dat is dat deze ruïne in een zodanige staat geconserveerd wordt, dat die nog jaren op deze manier ook kan blijven staan. Ja, het geld zou ook moeten gaan naar het kerkgedeelte dat nog in gebruik blijft. U kunt wel zien aan de onderzijde dat de onderzijde al behoorlijk aangetast is door vocht, de vochtinwerking. Dat is uiteindelijk is dat funest. Ook gewoon de ramen en de raampartijen die zijn namelijk al zodanig slecht dat je daar nu iets aan moet doen om ervoor te zorgen dat het interieur in een goede staat blijft. Ja, wat heb ik met deze kerk? In heel Nederland zijn feitelijk maar heel weinig ruïnes als zodanig herkenbaar. Er is in Bolsward is er een exemplaar aanwezig, maar in heel Brabant ken je eigenlijk gewoon geen voorbeelden. Want wat je nu feitelijk steeds ziet in Brabant van de ruim 600 kerken, worden er steeds meer gesloten. Dus wat is mooier dan de oorspronkelijke functie te kunnen handhaven?